Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Lima NS 1300 series. Ik ben deze tegengekomen in Houten op de beurs en mocht hem voor 15 euro meenemen. De opmerking was, hij rijdt, maar hij rijdt moeilijk. En voor de rest is hij wel compleet. Op één probleem na, hier met de pantograaf. De 1300 series die zijn... Redelijk oude treinen, die zijn uit de jaren 50. En deze paintjob zoals ze hem hier hebben, is er eentje uit halverwege de jaren 80. Ik vind dat een erg mooie beschildering, of hoe je het wil noemen. Het is een Lima model, dus daar klopt het een en ander natuurlijk niet aan. Zoals hier bovenin. Ik kijk of dat in beeld. Hier horen lampjes te zitten. Die zitten hier natuurlijk niet in. Het heeft alleen maar aan de voorkant wit licht en dat is het. Deze hebben drie assen, alle drie zijn aangedreven en dat dan op twee treinstellen, dus dat maakt ze nogal stevig. Het zijn jarenlang de sterkste treinen geweest van de NS. De 1307 heb ik hier, geen idee wat daar in het echt mee gebeurd is. Ik verwacht dat die inmiddels gesloopt is. Dit is de. Volgens mij zou hij het wapen van Etten-Leur moeten hebben. Maar dat is. Geloof ik bij een andere. Bij een eerdere beschildering. Of na deze beschildering is dat er afgehaald. Nou. Buitenkant dus. Hij moet echt schoongemaakt worden. En een kapotte pantograaf. Binnenkant. Hier heb ik de diodes. Voor de verlichting. Die zitten niet meer hierop. Op dit clipje zit redelijk wat oxidatie. En een hele boom van diodes. En ik heb het uitgezocht. Er loopt er eentje zo helemaal rond naar dit punt. En dan weer terug hier naartoe. Ik weet niet wat voor bedoeling de maker hiermee had. Ik heb hier ook nog een losse draad. En ja... het is een zootje. Ik ga dat er allemaal afhalen. Deze losse draad. Die kan hieronder op het draaistel. Daar zit namelijk een extra stroompick-up voor de wielen. Zodat je op twee kanten van het spoor stroompick-up hebt hier. En dan heb je er dus nog aan één kant op het motordraaistel. Dus deze zou in principe goed moeten rijden. Was het niet voor de wielen... Ik heb er eentje wel schoongemaakt. Kijken of ik die... Oh, hier zo. Nou, je ziet hier dat glimmend deel. Zo zijn ze niet schoongemaakt. En hier heb ik even eroverheen gevreven. Kijken wat het deed. Dus die moeten zeker schoongemaakt worden. Ik kan kijken of ik mijn wielen schoonmaakapparaat hier op los kan laten. Maar sowieso moet deze hele kerstboom van diodes moet eraf. En die draden moet ik even uit gaan zoeken. Wat waar allemaal hoort. En voor de pantograaf. Ik heb een hele lange tijd terug een. Wat was het ook? Een TGV gehad. En de TGV-pantograaf. Zoals met al meer dingen van Lima. Die zijn mooi gerecycled. Dat zijn zo goed als exact dezelfde voor dit model. In werkelijkheid natuurlijk niet. Maar in de Lima-werkelijkheid mooi genoeg. Dus die moet ik vervangen. Ik haal er denk ik ook de andere af. Dan kan ik hem goed schoonmaken. Elektronica doen. En dan is nog de vraag, ga ik hem analoog rijden of niet? Ik denk dat ik in deze video in ieder geval het analoge deel in orde maak. En hopelijk krijg ik ook de wielen schoon. Dus aan de gang er maar mee. Mijn soldeerbout zou heet genoeg moeten zijn. Zo. Die moet echt schoongemaakt worden. Deze diodes die zouden in principe kunnen werken voor de verlichting. Dit zit goed, dat zit goed. Eens kijken of deze los wil. Ik wil in ieder geval zeker deze connector van het draaistel afhalen. En
daarvoor in de plaats een, even kijken of ik hier eentje heb liggen, Simoba neerleggen, eraan zetten, kijk, tussen wat Märklinwielen, deze, zodat die op het frame, zodat die kort gekoppeld of korter gekoppeld kan worden met reizigerstrein, wagons. Ik ga sowieso even kijken of ik in mijn onderdelenbak niet iets heb liggen voor deze. We zullen zien alleen eentje met een compleet andere kleur. Geen idee waar die van is. Wielen zijn trouwens ook best vies van deze. Dus de bedoeling is dadelijk dit stuk koper opnieuw een aansluiting maken. De wielen helemaal loshalen, helemaal schoonmaken. Twee aansluitingen naar binnen voeren, hier alles controleren en ook deze wielen. Als het kan haal ik ze eruit en maak ik ze schoon. Lukt dat niet om ze eruit te halen, dan moet ik creatiever gaan doen, kijken of ik ze schoon ga krijgen. Ik heb natuurlijk mijn wielen schoonmaken. Het kan wel eens zijn dat ik die weer in ga zetten. Als je een locomotief in een sopje zet, gebruik gewoon zeep. Gebruik geen alcohol of iets dergelijks. Met name Lima modellen kunnen helemaal niet tegen bijvoorbeeld isopropyl alcohol. Dan gaat de verf er vanaf. En zorg ervoor dat je het ergens doet wat water niet meteen wegstroomt. Want het laatste wat je wil is dat er iets afschiet zoals een buffer. En je hem nog net zo het putje in ziet verdwijnen. Na het schoonmaken, dat heb ik hier net gedaan, ik ga hem even laten drogen en daarna kunnen de onderdelen erop. De kap is inmiddels schoongemaakt. Ik zie dat er op een aantal plekken de metalen, de zilverkleur een beetje af is. En ik zou het misschien ook wel mooi vinden om de deurgrepen zilver te maken. Maar, daarvoor ga ik eerst de foto's kijken of dat moet. Misschien moet ze wel zwart. Alleen het ontbrekende zilver, daar heb ik dus deze zilveren pen voor. Dat zet ik er wel even terug op. En omdat dit uitstekende delen zijn, is het vrij makkelijk om ze te, opnieuw zilver te maken zonder uit te schieten of andere delen van de trein ook zilver te maken. En dan zou het een kwestie zijn van even wegvegen. Zo. Nu is die hier weer mooi zilver omlijnd. Erg handig dit. Paint marker. En voor zwart heb ik gewoon een, ja, wat is het? Ja, ook een adding. Dus allebei addings, permanent marker en een paint marker. Mooi. De ramen zitten er opnieuw in. Zijn ook schoongemaakt. Wat ik niet heb gedaan. Ik heb niks gedaan aan de verlichting. Daar gaan gewoon nog de gloeilampen in. Daar zouden de leds in kunnen en die zouden ook hier doorheen kunnen. En dan zou het ook fijn zijn als er, sorry, laat ik dit eens in beeld doen. Ik heb niks gedaan aan de verlichting, dus hier zit daar de oude verlichting. En ik zou dit met leds kunnen oplossen dat hier ook rode verlichting zit. En dan wil ik hierboven natuurlijk ook nog wat gaan doen. Hetzelfde geldt hiervoor. Ik wacht het resultaat af van mijn Benelux project. Mijn Benelux trein ben ik mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Als dat daar lukt, dan kan ik het hier ook op toepassen. Lukt dat niet, dan moet ik op zoek naar een nieuwe stuurstand voor mijn Benelux. Dat hoop ik vooral niet. Of als het heel erg moeilijk is of het niet mooi uitziet. Als het allemaal wel goed gaat, dan is dat iets wat ik hier ook op kan doen. En dan kan ik, het is een kwestie dus van alles uitboren. Ik weet niet of dat hier bovenin gaat lukken. Maar onderin de rode uitboren en daar daadwerkelijk de in feite gewoon de rode leds achter zetten met wat lichtgeleider. Maar dat is voor later.
De wielen zijn inmiddels ook schoon. Een schoon wiel versus een niet zo schoon wiel. Nou ja, daar hoef ik niks verder over te zeggen. Dat is echt een wereld van verschil. Hier moet ik nog kijken wat ik hier af kan halen en open kan maken. En daar moet eigenlijk de pantograaf terug op en dan is die kap klaar. Dat doe ik als de verf gedroogd is. Goed, het was de eerste keer dat ik moeite had met een Lima motor uit zijn frame krijgen. Maar na veel wrikken en draaien is het gelukt. De wielen kan ik hier niet uithalen. Of ik moet ze uit elkaar gaan trekken. Dus ik zal deze gewoon ouderwets met de hand moeten gaan schoonmaken. Het gaat even duren. Ik heb de, in ieder geval de anti-slipwielen er even afgehaald. Om te kijken hoe het daaronder is. Nou, het is net zo erg. Dus ja, ik ga deze even op mijn gemakje voorzien van schone wielen. De wielen zijn schoner. Ik wil nog niet zeggen helemaal schoon. Ik heb hem aangesloten even op de stroom. En hij ligt natuurlijk op de gum die ik nodig had. En ik heb van het moment gebruik gemaakt om eventjes te voorzien van verse olie. Het enige wat ik nu nog schoon moet maken is het middelste wiel. Zo. Deze hier, dat wordt gewoon monnikenwerk rustig aan. Maar die is eigenlijk... dat middelste wiel is het minst belangrijk. Want daar zit geen aandrijving op, zit geen power pickup op, zit helemaal niets op. Dat zit daar gewoon. Ja, misschien dat hij per ongeluk nog wat stroom oppikt en afgeeft, maar... dat zou me verbazen. Dus die moet ik nog even rustig schoonmaken. Voor de rest is het nu een goed geoliede motor. Hij klonk als een oude koffiemolen voordat ik begon. En nu de olie er overal op zit, klinkt hij een heel stuk beter. Dus ik denk ook wel dat hij mooi gaat lopen dadelijk. Ik heb gekeken naar of ik hier het gebruikelijke trucje kan doen van een CD-motor. Maar gezien hoe de motor in het frame hangt, is dat haast onmogelijk. Die, het schild waar de koolborstels in zitten maakt onderdeel uit van de constructie, van de ophanging van de motor. Dus als ik daar een grotere motor in zet, of als ik daar een CD-motor in zet, die zijn groter dan de huidige. En dat betekent dus... altijd een probleem, omdat het schild dan te ver naar de zijkant gaat. En dan zit die motor, als je hem er alleen krijgt, niet meer in het midden. Nou, dat schiet dus niet op. Dus dat ga ik hier ook niet bij doen. Ik hou hem zoals hij nu is. De originele motor. Ik denk nog wel dat ik de binnenkant even schoon moet maken. Als ik kijk naar hoe smerig al het andere is, verwacht ik daar eigenlijk niet veel beters van dan... ik verwacht niet dat dat schoon is. Ik denk dat dat hetzelfde is als al het andere. Heel erg smerig. Misschien dat ik dat nog even in een badje laat staan van alcohol. Om hem goed schoon te krijgen. Het zal er een beetje aan liggen hoe vies hij is. Dit is in ieder geval weer een wiel wat schoner eruit ziet. Dit is de laatste. De wielen zijn mooi schoon. De... anti-slipbandjes die erom zaten zijn nog echt wel goed. Dus die ga ik ook niet wegdoen. Ga ik niet vervangen. Hop. Als ik ze zou moeten vervangen, hè, misschien zijn ze een beetje te groot. Dan zou ik ze zeker nog bewaren voor andere projecten. Dus zo, dat is de motor. Dit is de behuizing met losse draden waar ik nog iets mee moet. En oh ja, ik moet natuurlijk nog... hier wat opsolderen. Genoeg werk. Een stuk van de elektronica is klaar. Een van de diodes bleek kapot. Dus of deze lamp ging aan of allebei de lampen gingen aan. Ik heb die diode niet helemaal los kunnen maken. Maar ik heb er een nieuwe naast gezet. En aangesloten op deze lamp. En nu wisselt de verlichting weer met de rijrichting. De hele stroompickup gebeurt nu vanaf 1... wielenset. De motor moet er nog in.
Dus daarmee krijg ik nog meer stroompick-up en hoop ik dat hij dus ook lekker vlot gaat lopen. Ik moet nog een extra draad trekken tussen deze hier en de motor. En dit is de pick-up van de, die moet hier op dezelfde aansluiting als de wielen, want dat is dus van de extra zijpick-up. Nou, in ieder geval, bijna klaar. Elektriciteitskabels zitten erin. Ik ben niet echt trots op het resultaat, moet ik eerlijk zeggen. Het is een beetje een rommeltje geworden. En ik zou denk ik ook hier een kap moeten gaan maken. Een soort van cabine moeten gaan maken aan de binnenkant. Dus als je binnenkijkt, je niet al deze lelijke draden ziet. En dat je minder lichtuitstraling hebt naar buiten toe. Dat is als ik tenminste deze lamp houd. En dat is weer afhankelijk van een ander project. Maar de trein rijdt nu die kant op en de lamp aan die kant brandt. En hij kan ook die kant op. En het klinkt inderdaad zoals Lima's doen. Hij gaat hartstikke snel die kant op en de lamp hier brandt dan ook. Daarmee is dit, als ik het blok metaal er terug in weet te zetten. Ik heb geen idee hoe ze dat ooit bedacht hebben. Volgens mij hier zo, ja. Het blok metaal er terug in zitten en alle kabels zitten een beetje vast en is die afgerond. Kap erop en klaar. Dit is en blijft een Lima. Dus een boel herrie. Maar hij is rijdt. Lampen doen het en hij zou zo in de vitrine kunnen en hij schudt een beetje. Maar hij is weer helemaal op orde. Bedankt voor het kijken en like, subscribe, laat berichten achter en tot de volgende keer.